Ik zit hier met Spencer. Misschien ken je ons, misschien ken je ons nog niet. We hebben een bedrijf Culture Builders en daarmee helpen we andere bedrijven een goede cultuur te creëren. Zodat mensen daar hun beste werk kunnen doen. We werken voor organisaties zoals VU Medisch Centrum, techbedrijven zoals Fuga, noem het maar op. En soms hebben we mensen die ons benaderen en dan gaan we met ze in gesprek. Het is een tijdsintensief traject, vaak een cultuurtraject. En ja, daar zit een kostenplaatje aan. En sommige mensen zeggen, ja, ik weet het niet. Die willen het eigenlijk liever zelf doen. Nou, dan bieden we ook nog een product aan. Maar toen dachten we, misschien moeten we gewoon een video maken. Gaan wij gewoon vertellen hoe wij het doen. En dan kun je dat kopiëren. En dan hoop ik dat je een hele mooie cultuur kan realiseren. Dus ik wil jullie graag samen met Spencer uitleggen. We hebben eigenlijk 4 stappen hoe wij cultuur bouwen. En dat gaan we in deze video aan je uitleggen, zodat jij het zelf kan doen. Nou, eigenlijk is het heel simpel. We hebben 4 stappen. Die laat ik hierna zien. En de eerste stap is luisteren. Dus wat wij doen is een anonieme enquête rondsturen. Ik zal hem hieronder linken, dan kun je hem pikken. En op basis daarvan, wat daaruit komt, de thema's, gaan we focusgroepen doen. Dus gaan we in een veilige setting, in een kamer met 6-7 mensen, anoniem, gaan we dieper in de, wat er eigenlijk uit die enquête komt. En uiteindelijk komt daar een nulmeting uit van waar sta je nu, wat gaat er nu goed in jouw bedrijf en wat nog niet. Nou, stap 2 is kijken samen met het bedrijf, wat is nou de reden van ons bestaan? Wat is nou onze purpose? Wat willen we nou bereiken en hoe denken we daar te komen? Dat is je strategie. En wij willen daar de cultuur aan vastkoppelen. Want heel veel bedrijven zijn bezig met cultuur, maar die denken dan, ja, laten we het gezellig maken met z'n allen. Laten we een PlayStation kopen voor in de lobby. Maar uiteindelijk is een cultuur natuurlijk alleen effectief als het je helpt je strategische doelen te behalen. Daarom koppel je een cultuur aan de strategische missie van een bedrijf. En hoe wij cultuur documenteren is kernwaarden en gedrag. Dus wat doe je wel en wat doe je niet? Wat vinden we hier belangrijk? De derde stap is als je eenmaal je cultuur hebt gedefinieerd, hè, je hebt je nulmeting gehad, je weet waar je heen wil, dan heb je ook een gat daartussen zitten. En dan moet je het gaan realiseren binnen je bedrijf. Hoe zorg je er nou voor dat een cultuur echt vaste voet aan de grond krijgt? Hè? Dat je het verankert in je bedrijf, op de werkvloer. En je hebt een aantal manieren om dat te doen. Wij noemen dat cultuurhefbomen. En je denkt bijvoorbeeld aan leiderschap. Het gedrag wat het leiderschap laat zien. Hè? Wat mensen doen, wat leiders doen, dat kopiëren andere mensen in de organisatie. Maar je kan ook denken aan hoe neem je mensen aan? Hoe filter je erop? Hoe zorg je dat je de juiste mensen krijgt? Hoe onboord je ze? Hoe laat je ze weer gaan? Mensen die niet passen. Hoe zorg je ervoor dat die uiteindelijk in de organisatie uitgaan? Nou, er zijn een aantal van die hefbomen waarop je, waar je aan kan draaien of waar je aan kan tweaken, zeg maar, die een enorme impact op je cultuur kunnen hebben. En de vierde stap, de laatste stap, is daadwerkelijk experimenten ontwerpen om ervoor te zorgen dat er ook echt iets gebeurt in de organisatie. Dus dat je begint met, en waarom noem je dit nou experimenten? Het is heel belangrijk om het zo te noemen, omdat we niet direct iets gaan veranderen wat voor de rest van het leven van het bedrijf zo is. Maar je gaat testen, voor 6 weken bijvoorbeeld, of dit, een aantal van die experimenten, of die gaan helpen om de cultuur te verbeteren. En om dit nou even wat duidelijker te maken, heeft Spencer een heel mooi voorbeeld wat we recentelijk bij een bedrijf hebben gedaan, waar we die 4 stappen hebben doorlopen. Het voorbeeld dat ik heb is een bedrijf dat in de elektrische laadpalenbusiness zit. Het bedrijf bestaat al zo'n 15 jaar en je ziet dat ze in de afgelopen 5 jaar een enorme groei hebben gemaakt. Wat je eigenlijk ziet in dat bedrijf is dat ze nu een transitie aan het maken zijn van een soort start-up / beginnende scale-up naar echt een soort volwaardige, grote, groeiende scale-up. Wat je daar dan ziet, als je daar gaat kijken van, nou, hoe is de cultuur daar nu? Er zijn allemaal mensen die zijn heel erg blij met de vrijheid, die vinden dat het heel leuk is, alle interactie. Maar goed, de schoen wringt natuurlijk ook aan alle kanten. De processen, het kraakt, het piept, het groeit allemaal snel. Ja, weet je, hoe ga je dat bij elkaar houden? Dus dat is echt bij stap 1, hè, van welke cultuur hebben we nu, krijg je ongeveer dat. En dan ga je vervolgens kijken naar wat is hun purpose, wat is hun strategie. Nou, het purpose is natuurlijk heel erg mooi. Een grote infrastructuur regelen, dat dus technologie door iedereen gebruikt gaat worden. Dan ga je strategisch kijken van wat moet je nou gaan doen. Het ding is, je moet het wel scherp hebben als je cultuur scherp wil maken. Want strategie gaat uiteindelijk over keuzes maken. Dus wat doe je wel en wat doe je niet? Maak je een not-to-do list. En dat is een goede cultuur eigenlijk is uiteindelijk ook een not-to-do list. En die volgt voor een deel uit de strategie. Wat je bij dat bedrijf ziet, is omdat zij in die transitie zitten, moeten ze weggaan van, we gaan een soort van ondernemend en innoverend en met heel veel passie, zeg maar, klappen. Dus je kan je voorstellen, je begint in zo'n industrie en dan belt er een klant en dan zegt, ja, tuurlijk kunnen we dat maken. Weet je, we gaan het gewoon zo voor je fixen. We laten nooit een kans liggen, een soort van can-do attitude. Nu ben je zoveel jaar later, zijn je grootste klanten zijn alle Duitse automerken. Weet je, denk BMW, Mercedes. Wat voor die klanten belangrijk is, boven alles moet het gewoon werken. Ze zijn nu zeg maar de software en die laadpalen aan het integreren met zo'n BMW. Je wil niet zeg maar dat je net een BMW hebt gekocht van 80.000 euro. Dat je dan in het laadpalen ding komt en dat er dan een soort van fatal error Windows 95 shit. Weet je, dat is gewoon het laatste wat je wil. En als het niet werkt,
Ja, dan krijg je echt een woeste Duitser aan de lijn die gewoon echt helemaal pissed off is. En dan ben je dus gewoon je hele marktaandeel kwijt. Dus dat is soort van waar, als je kijkt naar wat moet er uitkomen, hebben ze eigenlijk gezegd van ja, een van de dingen die er echt moet uitkomen, moet reliable zijn. Moet gewoon de uptime moet gewoon hoog zijn. Ze hadden nog meer andere waarden, maar ik pak er nu voor het voorbeeld eentje uit. Als je daar dan mee aan de slag wil gaan, dan ga je vervolgens kijken naar de cultuur hefbomen. En dan ga je kijken van, is dit wat we nu doen? Als we kijken naar het performance management systeem, zijn de mensen aan het belonen op het innoveren of iets, zeg maar, iets nieuws bedenken of op klantvriendelijkheid? Of zijn we mensen aan het belonen op een manier dat het gewoon niet stuk gaat? En we hadden best een interessant gesprek toen we deze waarden gingen definiëren. Aan de ene kant de HR-mensen en aan de andere kant de mensen van Head of Growth. Die HR-mensen hadden gezegd van ja, de value moet zijn accountability. En toen zei ik, oh, oké, nou leg eens uit, waarom? En zeiden ze, nou kijk, we hebben recent in de Nordics-markt, is er wat kapot gegaan. We konden iets van 15% van onze klanten konden tijdelijk niet laden. Maar we hebben het goed opgelost, we hebben al die klanten gebeld, we hebben ze allemaal financieel gecompenseerd en iedereen is blij en de Net Promoter Score is maar een heel klein beetje omlaag. Dus goed opgelost. En zij denken dus, nou, wij hebben het goed gedaan. Vervolgens kijk je naar de Head of Growth en die staat echt zo te kijken van, holy shit, wat zeg je nou? Handen in het haar. Want stel je voor dat dit in Duitsland zou gebeuren, in de grootste groeimarkt van dit bedrijf, dan zijn ze gewoon failliet. Weet je, als dat nieuws zeg maar verspreidt, 20% van de markt werkt niet, die BMW's doen het allemaal, mensen worden gewoon helemaal lijk. Dus dat mag niet gebeuren. Dus accountability, ofwel het probleem goed oplossen, dat is wel belangrijk, maar dat is niet echt het belangrijkste. Dat moeten we doen, maar dat is een given. Wat we echt moeten doen, is we moeten dat reliability doorvoeren en we moeten ervoor zorgen, de vraag meteen stellen, hoe heeft het ooit kunnen gebeuren? Hoe gaan we voorkomen dat het ooit nog een keer gebeurt? En hoe gaan we vooral voorkomen dat het ooit nog een keer gebeurt in onze key markets? Dus dat is waar je mensen dan op wil gaan belonen. Als je nieuwe mensen gaat aannemen, moet je dan leuke, energieke mensen aannemen die zeg maar veel meer ideeën hebben dan dat er ooit ruimte is om uit te voeren? Of heb je juist wat conservatievere mensen nodig en die gewoon realistische inschattingen maken en die zorgen dat er minder fout kan gaan? Heel veel bedrijven die doen eigenlijk alleen maar, als ze het hebben over van deze cultuurhefbomen, doen ze eigenlijk alleen de onderste, dus het communiceren van de waarden. Dus je hebt die waarden bedacht, reliability, nou we gaan er een mooie poster van maken, we doen nog een symbool erbij. Nou, daar zijn we helemaal voor, dat moet je sowieso doen, maar dat is gewoon niet genoeg. Je moet het echt verankeren in het systeem van je organisatie, in het gedrag van je leiders, in wie je beloont, wie laat je gaan, wie promote je, etc. Dat is dus zeg maar hoe je dat gaat doen en dan ga je dat uitvoeren als experiment. Dus je hoeft het niet in één keer voor alle afdelingen het performance management systeem te gaan veranderen, dat zou ik ook zeker niet doen. Begin gewoon bij één unit waar dat overzichtelijk is en ga testen en betrek die mensen er nou bij. Kijk, als je dit gaat doen, dat kan best zonder ons, wij zijn niet onmisbaar. Maar wat je wel echt nodig hebt, is full buy-in van het leiderschap en tijd en middelen. Dus daarmee bedoel ik niet geld om externe consultants in te huren, maar wel gewoon echt serieus de tijd om met een groep mensen hiermee aan de slag te gaan, om focusgroepen te kunnen doen met alle mensen en dat daar echt ruimte voor wordt gemaakt. En dat er ook ruimte is om van tevoren bijvoorbeeld te zeggen, we gaan het performance management systeem misschien overhoop gooien als het zo blijkt. En eigenlijk nog wel crucialer, het leiderschap gaat ook zijn gedrag aanpassen als blijkt dat dat nodig is volgens de waarden die we hebben gedaan. Want er is één ding wat erger is dan feedback vragen aan je organisatie, dat is feedback vragen aan je organisatie en er dan niks meer. Nou, dat is dus hoe wij cultuur bouwen binnen een bedrijf. Als je dit zelf wil proberen, nogmaals, de enquête staat hieronder. We zullen ook even de stappen hieronder zetten en dan kun je zelf aan de slag. En mocht je nou vragen hebben, dan weet je ons te vinden.